Jelle bro, elke video laat hem random scheet weer. Yo guys, welkom bij een nieuwe video van Let's Play. Vandaag zijn we weer terug op de Sims. En vandaag gaan we nog eens een keertje mee met de Sims naar school. Maar eerst heb ik ook nog iets heel leuks. Iedereen gaat mee? Want ik heb eigenlijk een ideetje voor deze video, wat best wel grappig is eigenlijk. Kijk, er is een nieuwe winkel waar allemaal hype kleren worden verkocht. Dus je koopt er eigenlijk een zak met kleren dat eigenlijk in de mode is, of misschien net niet in de mode op dit moment. Je kan eigenlijk via je gsm dan kijken van welke stijl is er nu in de mode en dan kan je die kleren kopen. Maar deze kleren zijn dus gemaakt zogezegd door andere Sims. En wij gaan nu gewoon voor elk mannetje hier van ons gezin hier, gaan wij een zak met kleren kopen. En die kleren moeten ze dan gewoon de rest van de aflevering dragen. Dus we weten niet wat voor outfit ze gaan krijgen. We kunnen even kijken welke winkel dat was. Volgens mij was dat hier. Oké. We beginnen met Lenny. Mooi, iedereen heeft ineens een gekke honger. Oké, laten we eerst even beginnen met hier niks te kopen, want je kan hier blijkbaar niks kopen. Ah, ik wou zo'n theeding. Is die niet open of zo? Jawel, die is open, want iedereen gaat naar binnen. Maar er staat niemand. Maar er staat nu wel iemand trouwens. Cedric, ga je dat even een bubble tea halen? Liche melk bubble tea. Mango melk. Taro melk, chocolademelk, bubble tea. Chocolademelk, bubble tea lijkt me geweldig. Aardbeien, matcha, latte, bubble tea. Ja, laten we dat pakken. Het is wel heel druk in deze winkel. Oh my god, dit is iemand van. Lily, dat is iemand van. Sex Education. Lol. Is dat ook niet? Nee, ik weet het niet eigenlijk, dat is ook iemand van. Ja, oké, okay, wel. Iedereen van Sex Education is hier ineens. Oh ja, we moeten dit kopen op een website. Nee, ze zijn hier in de winkel. Maar ja, dan hebben we deze winkel ook al gezien, dus is ook handig. Bericht, ik heb een bericht. Een bericht van Lennart. Ik heb online een kip en een ei besteld. Ik laat je weten welke als eerste aankomt. Oh my god. Gewoon een grapje vinden. Zo. Maar oké, we zijn weer helemaal aan het afdwalen. We moeten hier wel eventjes die kleding gaan bestellen. Hier is trendy. Oh ja, kijk. Oké, we gaan nu de Boho Comfort Miko Oyo kopen. Ja. Rustige en comfortabele vibes uitstralen. Hij bestaat uit een snoezige kanten witte top en een beige rok. Oei, dat is voor een vrouw. Oké, dat hebben we dus niet nodig. Er staat ook bij door wie het gemaakt is. Dat zijn de namen van degene die het heeft gemaakt. Miko Oyo, Lori Kay, Dina Heethart, die kennen we wel. Hoe is het chill zou het zijn als er dan zo een naam zou tussen staan van iemand die ik zelf gemaakt heb ofzo. Dat zou wel best grappig zijn. Bedenk jezelf via training te checken nieuwe kleding aankopjes te vinden in de inventaris van Lenny. Oké, we gaan eens even kijken. We hebben zijn kleding gekregen nu. We gaan het nu zo meteen eens aandoen. Outfit dragen. Laat alsjeblieft geen meisjeskleding. Ja. Dit is nu dus de kleding voor Lenny. Voor deze aflevering. Dit is de meisjeskleding. Hij heeft gewoon een rok aan en zo. We moeten sowieso wel een hoed voor countering kunnen vinden. Ja, perfect. Alleen een zwart. Kijk, dit is gewoon perfect countering. Meer boots. Het zijn eigenlijk meer laarzen, maar oké. Op zich, dit is nog wel een goede country look. Misschien nog zo'n sjaal of zo. Ik weet niet of die. Hoe was dat ook alweer? Een sjaal. Dat is hier de accessoires. Ja, bij kettingen denk ik dan. Nee, dat ken ik niet. Ringen, leggings, sokken. Nee. Ja, nee, dit was het dan. Geen sjaal, ik denk. Ik ken dat wel. Maar oké, we gaan gewoon deze doen. Country Roads. Voilà. Perfect. Dat is hem. Iedereen wil die kopen natuurlijk. Het. We gaan het zien. We gaan het zien met Cedric.
Oudsie dragen. Oké. Wat krijgt Cedric voor look? Oh, Bisha. Free bono. Ja, hebben we nu geen tijd voor, vriend. Snel! Oké, dit is geen vrouwenlook. Dus kijk, er zitten wel gewoon mannenlooks tussen. Maar dat zijn gewoon gemaakt allemaal door vrouwen dan, denk ik. Oké, we zijn weer op school. We hebben eigenlijk van deze vandaag dezelfde schoolgenootjes. Iedereen zit in uniform al precies. Deze zagen we vorige keer ook. En die gooit daar een bal naar Kane hier op zijn hoofd. Dat gaat nu ook gebeuren, denk ik. Maar dan bij deze guy. Nee. Ik wil niet meer wel, toch? Oké, nee, hij kan het wel. Maar oké, in ieder geval... Lennart en Jelle moeten ook nog een andere trainen op een trainingstoestel. Oh, hij wil gaan trainen. Nee, maar zij moeten ook een... Oh, wacht, dat is jouw maatje. Zij moeten ook een outfit hebben natuurlijk. Je moet een post tegen. Het is zo fijn je te zien, Cedric. Je weet me altijd blij te maken. Ah, zo cute. Berichten. Wow! Wow! Wow, Rosanne. Je ziet eruit als een geschoren lama. Kom maar gewoon met liefde reageren hier. Hoppla. Het is net gedist door een meisje dat hier volgens mij net stond. Rosanne. Ja, ik denk het wel. Die is net weg. We gaan eens kijken. Lennart krijgt de derde. Dus dat is deze. Duistere Academie Prep Modern. Gemaakt door Cassandra van de Kerkhof. Hier, dat, past gewoon per, dat is gewoon voor Lennart gemaakt deze. We gaan het zien. Oh, trouwens, een lightsaber moet ook nog in orde gemaakt worden, zie ik net. Outfit dragen. En. Oh my god. Oh my god. Lennart. What happened? What the fuck? What the fuck is dit nu weer? Oh, dit is echt een geweldige challenge. Oh my god. Oké. Jelle is aan het douchen. Maakt niet uit. Ja, dus ook gewoon op school. Trendy. Door trendy bladeren. Ik zie Kane net naar boven gaan, volgens mij. What the fuck? Hoezo heeft hij weer de kleding aan? Het is school. We gaan hem de crooner geven. Door Christian van de Kerkhof. Oké, let's go. Dit is hem. Ik voel die vibe voor jullie wel. Oh my god, het is een cowboy look. Hij heeft een cowboy look. Oh my god, ik kan hem niet meer serieus nemen zo. Met die rok aan. Oh my god. Kijk, hij is al helemaal ongemakkelijk. Wie zit er vandaag in de klas? Ik zie Kane daar alweer zitten. Oh my god, hij is met Rosanna in de klas. Zo. Uxanao. With soup vinba urabao? Smeba wanjini, honrum cloin. Is een smeagle waldini? More hey o nay. Yips, yips. Ik ga achter kijken, hè? Iedereen aan het opletten? Nou, beter. Yasmis. Maar even serieus, waar is Lennart? Lennart is gewoon niet eens in de klas, mevrouw. Kan toch niet? Lennart, waar zit hij? Hij is slechter gaan douchen hier. Oké. Heb je een straf of zo? Hij is gewoon eens te douchen. Is normaal. Jelle, bro. Elke video laat hij een random scheet weer. Bro, wat de fuck zit hier in de klas? Middagles eindigt bijna. Jelle heeft nog altijd honger, hè? Heeft er niks gegeten in de middag. Lennart, wat gaat hij doen? Wat gaat Lennart doen? Nou, we slapen. Lennart zal wel slapen, maar hij heeft nu echt heel hoppig. Nou, blijf Lennart. Kijk hem smeekje. De docenten hebben het huiswerk opgehaald en de studenten weggestuurd. Er hangen nog steeds wat sims rond, maar iedereen is vrij om naar huis te gaan. Dit is het resultaat van het gemaakte huiswerk van... En de prestaties in de klas. Lennart lette niet echt op in de klas vandaag. Hij moet verder voor volgende week zijn vaardigheid toch echt wat aanscherpen. Jelle maakte indruk op zijn docenten vandaag en heeft wat geleerd. Oké. Had ik niet verwacht van Jelle, maar oké.
naar Nablef lokaal aan het gaan. Jori moet binnen een uurtje werken. Die moet ze trouwens ook nog een outfit geven, Jori. Jori is nu denk ik de enige zonder een outfit. Oh my god, Rosanna zit er ook na te blijven. Roxanne. Oh my god. Hij gaat gewoon in de klas een lightsaber fixen. Of gaat hem buiten? Nee, nee, hij gaat even fixen. Sinds ze een leerkracht aan. Ik vind dat normaal. Dat jij een lightsaber heeft in de klas. Hey, mijn huiswerk! Heeft hij nog huiswerk in zijn inventaris nu? Oh my god, zijn huiswerk ligt daar nog. Oh my god. Ik ga dat wel laten liggen ook gewoon hoor. Dan zien we wel of het er straks nog ligt of niet. Als iemand huiswerk zal stelen, dan zal dat echt een nerd zijn. Wow. Is dat Rosanna? Oh! Oké. Okay. Wat is dit? Oké, okay, nice. Nu hebben we wel een foto daar. Oh, Linzo! Huusje wordt het voetbalteamlid, Tinder. Ah ja. Nee, het is weer Bangley die duikt weg van de bal. Oké, okay, nu gaat hij een bal gooien. Hier komt hij. Ja. Oh my god. Uh-oh. Oh my god, ze zijn met twee aan het cheerleaden. Goed bezig, boys. Goed bezig. Ook al wil ik dit liever niet zien. Het is wel goed druk. Een 3? Oké, oké. We moeten blijkbaar een wedstrijd scoren in de voeren. En als cheerleadersgroep met Lennart en Jelle hebben ze een 3. Een 3. Weet je wel wat dat is, een 3? Dat is de zoon van Ronaldo volgens mij. Junior Ronaldo, ja. Outfit dragen. Uit. Hé, Jori heeft nog het beste look gekregen. Oké, nog steeds een lelijke look wel. Maar toch de beste look gekregen van iedereen hier. Vind ik dan. Hé, wat de fuck, Cedric kijkt echt helemaal vol. Lol. Oké, maar jongens, dit was de video van de Sims weer vanavond. En dan vandaag. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug. Met een nieuwe video.